De voorman van het ACV, Mark Leemans, wil dat er een tax shift komt, een eerlijker fiscaliteit, om dan opnieuw een sociale dialoog te kunnen starten. We gaan daar eens over praten met Ivan van de Kloot van Itinera Instituut. Ja, heeft hij een punt? We moeten naar een eerlijker fiscaliteit, een tax shift, en dan denken we natuurlijk meteen aan een of andere vorm van vermogensbelasting. Wel, er zijn verschillende redenen om aan een tax shift te denken. Eén, het belangrijkste voor mij is, we zitten eigenlijk met een ongelooflijk inefficiënt belastingssysteem. We kunnen dat berekenen, hoeveel 1 euro belasting ophalen eigenlijk aan welvaart vernietigt voor ons land. En dan is dat cijfer per euro belastingen, hebben we eigenlijk een welvaartskost in ons land van meer dan 2 euro. En bijvoorbeeld in Nederland is dat voor elke euro 1,5 euro. En dan is de vraag, van waar komt dat efficiëntieverlies? Ten eerste is dat gewoon onze absolute hoogte van de belastingsdruk. In ons land innen wij 4,7% van het bbp meer dan gemiddeld in Europa. Dat is 18 miljard euro. Wij innen gewoon te veel belastingen. De belastingendruk is gewoon te hoog. Maar daar kunnen we alleen iets aan doen als we de overheid performanter en efficiënter maken. Ja, het is ook heel complex, hè? En het is heel complex. Dat is het tweede. Die inefficiëntie heeft te maken met het feit dat we te veel verschillende belastingetjes op een eiland hebben, dat er geen consistentie is door heel het systeem en dat we te veel inefficiënte belasting hebben en te weinig efficiënte. Wat toont onderzoek? Dat een belasting op consumptie veel minder nadelig is voor de economische groei dan een belasting op inkomen. Maar ze is niet eerlijk, zegt iemand van het ACV ja, dan. Ja, dat is het standaard antwoord. Nu, dat is voor een stukje waar, maar dat mag niet overroepen worden. Die sociale verdeling van de btw en de belasting op consumptie. Ten eerste moet je al kijken naar ecofiscaliteit, milieubelasting. Dat is iets wat je aan kunt ontkomen door je gedrag aan te passen. Dus daar telt dat moreel argument eigenlijk niet. Daar kan je eigenlijk zeggen, die belastingen zijn zelfs gunstig voor de economie en voor de mensen. Ja, maar daarmee innen we de belastingen niet natuurlijk. Nee, maar dat kan toch al enkele miljarden zijn. Dan is er die btw. Nu, daar is een jungle van belastingtarieven. Je hebt de 0, 6, 12% en 21%. Studies tonen aan dat we eigenlijk 2,8 miljard niet innen dat theoretisch btw-plichtig is, omwille van al die uitzonderingen. En het 12% tarief bijvoorbeeld, dat op verhogen naar 21%, dat zou een half miljard euro extra opbrengen. En wat toont het model, de studies aan, dat dat eigenlijk niet regressief is. Dus dat treft niet de hogere inkomens meer dan de lagere inkomens. Nu, dat is niet altijd zo voor 0 en 6%. Denk aan de dagbladen voor 0%, de 6% voedingswaren. Daar zit een stuk sociale progressiviteit in. Dat betekent dat als je die tarieven zou verhogen, dan tref je iets meer, maar niet zoveel meer, lagere inkomens. Maar dan zeg ik, laten we dat dan kunnen corrigeren voor zijn sociale correctie. Ja. De regering heeft dat bijvoorbeeld gedaan met de indexsprong. Dat is goed nodig voor de competitiviteit van het land. Maar dat treft ook armere, lagere inkomsten. Laten we dat dan sociaal corrigeren. Okay, wel dat laten we dat met een tax shift ook doen. Een btw, stel dat je die zou verhogen. Het is niet helemaal eerlijk, maar het is eigenlijk het minst economisch schadelijk. Dat is wat u wilt aanvoeren. Maar we hadden het over fairness. Is het juist van de publieke opinie, zullen we maar zeggen, op dit ogenblik, om te denken dat het unfair geregeld is, dat de vermogenden niet betalen of te weinig? Ik zou zeggen dat er in ons belastingssysteem vandaag een onevenwicht zit. We hebben inderdaad een aantal bronnen van vermogen die minder belast worden, of zoals meerwaarde helemaal niet. Maar dan moet je natuurlijk, daar kan je alleen iets aan doen als je dat in een globaal fiscale hervorming stopt. Waar je toont, we gaan het systeem efficiënter maken en we gaan het consistenter, eerlijker maken, maar niet om naar een taxverhoging te gaan en vooral niet om de druk van het efficiënter maken van de overheid weg te nemen. Ja, los van het feit dat het niet efficiënt is, complex enzovoort, is het oneerlijk? Wil dat zeggen, de vermogenden worden die te veel ontzien? Nu, vermogensfiscaliteit, daar innen we eigenlijk in België heel veel. Staan we in de internationale vergelijkingen op nummer 5, 6. Maar dan is het antwoord, ja, dat is niet omdat we een hoog tarief heffen, maar omdat er zoveel vermogen is. Dan is natuurlijk de bijna retorische vraag,
Ja, maar wil je belasten om rijkdom te bestrijden, om iedereen of om iedereen een fair share te laten betalen aan het financieren van de publieke dienstverlening? Ik denk niet dat men daar al helemaal uit is. Moeten we een meerwaardebelasting hebben? Bijvoorbeeld Mark Koeken, die onlangs ruim een miljard casht. Iedereen schreef de moord en brand. Dat kan toch niet dat die man niet belast wordt? Ik verdedig een tax shift algemeen van arbeid naar andere bronnen. En dus ook naar vermogen, voor een stuk. En interne tax shift binnen vermogen. Want inderdaad, vandaag betalen we veel vermogensfiscaliteit, denk aan de successierechten. We innen in België twee keer zoveel gemakkelijk dan elk ander Europees land. Maar een Bernard Arnault, een Gérard Depardieu en dergelijke, die betalen geen euro successierechten. Ja, en hoe vermijd je zoiets? En dat kan je alleen doen door het systeem consistenter te maken, eenvoudiger te maken en ook internationale afspraken te maken. Maar we hebben een interne shift nodig binnen de vermogensfiscaliteit. Wat toont de economische studies? Dat het minder nefast is om recurrente inkomsten te belasten op vermogen dan transacties. Als u een huis koopt, betaalt u heel hoge registratiebelastingen. Eigenlijk zou het efficiënter zijn om die te verlagen, maar het verlies daarvoor te compenseren door recurrente inkomens op vermogen. Onroerende voorheffing. Onze kadastraal inkomens zijn sinds 1975 niet meer aangepast aan de realiteit. Dat creëert ook heel grote onrechtvaardigheden van mensen die belast worden alsof ze in een ongelooflijke luxe huis wonen. Dat betreft iedereen, dus niet alleen de vermogenden. En bijvoorbeeld een zaak als een doorkijktax, dat toont bijvoorbeeld Nederland aan dat dat nog veel meer kan opbrengen. Dat zou wel de echte rijken kunnen meer doen bijdragen. En een meerwaardebelasting, dat mag geen taboe zijn. Als dat een onderdeel is van een algemene belastingshervorming. Maar dan moet je daar natuurlijk een aantal modaliteiten vrijwaren. We willen natuurlijk wel het seriële ondernemerschap bevorderen. Als iemand zoals Mark Koeken casht, maar hij gaat dat dan herinvesteren in de economie, misschien moeten we dat dan toch wel anders belasten. En vooral anders dan iemand die op heel korte termijn een meerwaarde int, of dat dan speculatie is of wat dan ook, maar daar niet dezelfde inspanning tegenover staat dan 25 jaar ondernemerschap. Oké, een en ander werd weer duidelijk. Hartelijk dank, Iva van der Kloot. Dames en heren, tot morgen.